Nou, eerst even een broek eens kijken. Is nog broed, dus. Ondanks het ruimtetekort zien we toch een volledig raam met broed. Hier open broed, klein wat celletjes glinsterend, dus daar zit wat honing in. Maar het grootste deel is gewoon broed. Een raampje kijken. Ik zie geen zwermdoppen, ook weer een volledig raam met broed. Prachtig. En ondanks die sterke dracht die we nu hebben, ik meet op de weegschaal tussen de 3 en de 4 kilo per dag wat er gisteren binnenkwam. De eerste dag substantieel boven de 20 graden. Zie je dat dit broednest toch niet verhoningt. Hoe komt dat? Dat komt omdat het broednest beperkt is. En dat klinkt gek, want mensen denken vaak, de koningin heeft te weinig ruimte in het broednest, dus je moet meer ruimte geven. Maar door meer ruimte kan ze dat broednest niet goed belegd houden. En als ze dat niet goed belegd houdt, dan ontstaat de situatie dat er steeds open cellen zijn van broed wat uitloopt. Die open cellen worden gelijk volgeknald door de bijen die honing komen terugbrengen. De nectarontvangers, in de buurt van het vlieggat zijn en de nectar aannemen van de vliegbijen. Die zoeken de dichtstbijzijnde plek om die nectar kwijt te raken. Als er dus plek in het broednest is, knallen ze dat in het broednest. Op die plek kan de koningin al geen eitjes meer leggen. En zo gaat dat als het ware door. Omdat het broednest niet optimaal is, kan die koningin dat broednest niet belegd houden. Daar kan ze niet overal eitjes leggen. En overal waar geen eitjes liggen, wordt voer. En dan krijg je een soort vicieuze cirkel. En dan ontstaat er te weinig ruimte in het broednest. Dus om een broednest schoon te houden, kun je beter een wat beperkte broednest geven. Natuurlijk groot genoeg voor de koningin om te leggen. Nou, dit raam heb ik denk 10 dagen geleden gegeven. Een stuk of 5 ramen heb ik hierin gedaan. En die zijn ze mooi aan het uitbouwen. Niks spannends aan, maar je ziet al wel dat het gelijk vol zit met nectar. Dus ja, ze bouwen en vullen. Het was op het vorige raam ook al zo. Ook een nieuw raam wat ik 14 dagen geleden gegeven heb. En ook hier zit al de nodige nectar in. Dan bouwen ze prachtig uit. Niks aan te doen. Deze beginnen ze al te verzegelen. De andere kant ook. Dus ik werk eigenlijk van achteren naar voren. Dus als je dat met klassieke honingkamers zou vergelijken, begin ik bij de bovenste honingkamer. En werk ik toe naar de voorraad, naar de dichter bij het broed. Nou, deze is al goed zwaar. Die laat ik er nog in. Ja, oké. Deze beginnen ze ook al mooi te bezegelen. Deze is echt al een kilootje of 3 zwaar. Is je dan goed vol? Hoppakee. Ja, deze zou ik mee kunnen nemen. Die zit niet helemaal vol, maar de onderkant die houden ze open. Omdat dat dicht bij het broednest zit. Dus dat houden ze als virtueel broednest open. Dus die zou ik mee kunnen nemen en slingeren. Slingeren niet omdat ik die honing nodig heb, maar omdat ik ramen nodig heb.
Ik wil niet te veel ramen opslaan, dus ik slinger die van een paar ramen en die hang ik weer terug. En ook deze is bommetje vol, bijna niet te tillen. Ik ga even met twee handen pakken. Ook veel bij je. En ook hier is de onderkant helemaal leeg. Ja, die neem ik mee. Zo. Kleine stootjes geven. Dus niet vegen. Het heet een veger, maar het is eigenlijk een stoter. Je moet de bijen eraf tikken. Met die zachte haren. En niet vegen, want dan komen ze in die haren klem te zitten. En daar worden ze een beetje pissig van. Geen ram, maar daar worden ze pissig van. Drie ramen meeneem van dit volk, dan kan ik drie ramen leegmaken. Dan kunnen ze een kilo of 12 opslaan. Dan gaat ongeveer 4 kilo in zo'n raam. En ja, aan de achterkant is nog ruimte, dus dan heb ik denk ik voor de linden voldoende ruimte geschapen. Zo. Hier zit het moerrooster. Dus ik werk hier tegen het moerrooster aan en hier is dan mijn aangepaste broedruimte. 2, 4, 6, 7 ramen is te veel, maar dat komt omdat ik er in het voorjaar niet bij ben geweest en toen hadden ze op alle ramen al broed, toen heb ik dit zo laten zitten. Dus prima, maar 5 zou optimaal zijn. Ik zie aan deze kant ook nog broed, dus dat houdt die koningin redelijk schoon. Blijkbaar een goede koningin. De ruimte is goed vol. Onderkant heel weinig open nectar, dus prima om mee te nemen. Het is een slecht moment om ramen eruit te halen, hè. Dat moet je eigenlijk 's ochtends vroeg doen. Dan hebben ze de hele nacht gehad om die honing te drogen. Een steekvlieg. Dat is het enige nadeel van imkeren in je korte broek. Dat je gestoken wordt door steekvliegen. Ja, hier heb ik niet zoveel last van. Steekvliegen? Heel vervelend. En echt massaal op dit moment. Tot vorige week niks. En sinds gisteren echt overal zie ik ze. En niet eentje, maar honderden. En dan kan ik ze heel mooi aanschuiven, want af en toe zit er een bijtje tussen. Hoppakee, goed aandrukken. Dan geef ik ze nog voor de zekerheid even één raam met kunstraad. Als ik dan niet op tijd terug ben, dan gaan ze hier in ieder geval, kunnen ze hier nog bouwen. Ik wil niet te veel ramen erin, want die ramen kan ik makkelijk weer teruggaan. Mooi gepropoliseerd. Die gaat erop. Die gaat er eigenlijk in de zomer voornamelijk op om de koningin hier achter te houden. Dat ze niet naar die kant gaat. Dat die ramen in het midden open zijn, wat niet standaard dant was, of sorry, niet standaard leens was. Standaard leens is ooit bedacht als dichte ramen tegen elkaar. Nou, dat was de eerste.